Best thing to come out of the dot-com crash, Domino PCs! Het zit hem in het bloed, Biocast. En we gaan eerst kijken naar sikkelcelanemie. En bij sikkelcelanemie, als je dat hebt, verandert de vorm van je rode bloedcellen. Dit is de normale vorm. En als er weinig zuurstof is, bij zware inspanning, kan een cel veranderen in deze vorm. En dan kan die minder zuurstof vervoeren. En dat heeft te maken met één base in de DNA die veranderd is. En als je dat in alle twee je allelen hebt, dan ben je leider aan de sikkelcelanemie. In deze gebieden bestond malaria voordat Columbus daar kwam. Malaria is een parasiet die wordt overgebracht door het steken van een mug. En wat blijkt nou? Leiders die hebben daar natuurlijk last van. Als je homozygoot dominant bent, heb je daar geen last van. Maar als je heterozygoot bent, heb je een voordeel, heb je minder kans om malaria te krijgen. Hier zien we hemoglobine met vier heemgroepen erin. Dit is de structuurformule. Als je kijkt naar je bloed, dan is dat 8% van je lichaam. 45% van die 8% bestaat uit bloedcellen en 55% is plasma. Dit gedeelte zijn eiwitten, dit is gewoon water en dit gedeelte zijn de overige stoffen in je bloedplasma. Je hebt 0,5% iets minder aan rode bloedcellen en bloedplaatjes. En de rest zijn rode bloedcellen, het overgrote gedeelte dus. Als je een wondje hebt, komen er stollingsfactoren van dat wondje af, van die beschadigde cellen, van je bloedplaatjes en van de stollingseiwitten in je bloed. En die stollingsfactoren zorgen ervoor dat prothrombine wordt omgezet in trombine. En die trombine zorgt er weer voor dat fibrinogeen omgezet wordt in fibrine. En dat zijn de draden die het wondje dichtmaken. Terwijl dit gebeurt, heb je eerst nog de bloedplaatjes die samenklonteren en een propje worden. Maar het is het wachten op de fibrinedraden die het netje daarvan maken, zodat ze niet meer door het wondje naar buiten kunnen. En je hebt nog geluk, want je ziet hier alle stappen die daarbij nodig zijn. Dit was hem alweer, de 14.3 Biocast.